die omvang van die problemen in die geldelijke verknorsing waar in die weerwacht in die luchtwacht om zelf bevindt, denk ik, wordt niet aan duidelijker. Uit onlangs een gegevens is het nou uitgekomen dat die Gripens, afgezien daarvan, dus nou die luchtwacht zijn nieuwe vechtvliegtuigen, die helft van hulle is op motbollen gepast en nou is die genoeg geld om hulle te vliegen. Nou staan hulle meestal op die grond en die vlieniers vlieg in vlugnabootsers. Die Gripens was samen met die Augusta lichte helikopters van die nieuwe aanschaffings vir die luchtmacht wat in gevolg by die wapentransaksie aangekoop is. Die Augustas is nou ook op die grond. Nie een van die Augustas vlieg nie. 30 helikopters staan op die grond. Die luchtmacht, die verwachting is nog steeds dat die luchtmacht al sy verpligting moet nakom, maar 60% van sy begroting is gesny. Die vraag is waar jy nou? Allemaal besef, daar is nou moeilikheid. Ingelicht is, men daar was nog nooit een beter tyd om ernstig besek opname te gaan sit en doen en te besluit wat is die pad vorentoe. Verkoop van die vliegtuie, gaan vorentoe met net een klompie daarvan, verkoop die onnodig is, verkoop die wat jy nie meer gaan gebruik nie. Anders gaan die lugmag net al hoe dieper in die skuld raak en al hoe groter moeilikheid op die hals haal om enigszins te probeer om sy vliegtuie in